Tijdens een onderhoud tussen de politie, Defensie, Arbeidsinspectie, Justitiecommissarissen en het Directoraat Nationale Veiligheid is besloten om de landelijke controle fors op te voeren. Dit zei justitieminister Kenneth Amoxie gisteren op een spoed-COVID-persconferentie. Dit besluit is genomen vanwege de zorgelijke gezondheidssituatie in het land. En uit deze gesprekken is voortgekomen de volgende maatregelen. De controles en surveillances van de COVID-brigade zullen worden opgevoerd. Dus de controle op bruggen, roadblocks, die zullen allemaal worden opgevoerd. Amoxie zegt dat mensen die zich op straat bevinden strak gecontroleerd zullen worden. Er zal ook streng gelet worden op hoeveel mensen in een voertuig zitten. De bedoeling is dat slechts één persoon per gezin over straat mag om inkopen te doen tijdens de total lockdown. We gaan heractiveren de actie drinkdressie fit actiekie. Dit is een concrete situatie nu. We hebben elke dag nu de afgelopen dagen meer dan 200 besmettingen. Dus actiekie dena confessie. Alasma e onderken. Dena alasma familie elaswa wasma. Dus asiki dena na unu, asiki demini unu. Derde maatregel voor wat betreft de controle en de surveillance, quarantaine. Als u in quarantaine bent en u wordt gesnapt dat u buiten uw quarantaine locatie bent, gaan we u bekeuren. We gaan u beboeten. En uiteraard gaat u natuurlijk ergens worden ondergebracht waar u die quarantaine moet uitzetten. U kan genieten helemaal. Amoxie heeft beloofd dat de zogenaamde ondergrondfeestgangers hard aangepakt zullen worden. De waarschuwingen gelden ook voor bedrijven die zich niet aan de aangekondigde regels houden.